Het aantal coronabesmettingen in Friesland neemt in rap tempo ta. Op verschillende plakken in onze provincie worden mensen een positief test of preventieve maatregels naam. Zag je het jongerencamping Appelhof op Skielge dicht. Dat had de eigenaar besloten nadat goed bekend werd is dat 8 gasten van zijn camping besmet binnen. Nevens de GGD is het mogelijk dat ze op de camping besmet binnen of andere mensen besmet hebben. Op Skielge is Onno Valkena. Ja, Onno, hoe is er eigenlijk op het Nijs reageerd er op het eiland? Nou, mensen hier op Skielge binnen wel schrokken. Want ja, Skielge, dat geldt eigenlijk voor alle waterlanden, dat we hier lang een witte vlek als het gier om coronabesmettings. Maar ja, het is een top toeristisch seizoen. Er zijn heel veel mensen naar Skielge gekomen. Volle meer als de oude simmers. Mensen uit alle windstreken van Nederland. Ja, en dat mensen dan massaal deelstrikken op de jinnigste jongerencamping, de Appelhof. Maar een maximum capaciteit van 1000 gasten. Op dit moment winter zijn 800. Nou, op zijn jongerencamping is het hoordend van orelmeter oudstoren in illusie. Ja, en dan ken San coronavirus. Ik zal maar de kop op steken, maar de gasten die er nou zitten, ja, die schrikken er toch wel van. Hoe lukt het met de 1,5 meter hier? Niet goed. Er is gewoon geen 1,5 meter afstand. Lukt gewoon niet. Ben je geschrokken van het bericht dat die vorige week jongens kampeerden die corona hebben? Ja, ik dacht wel even, ja. Ja, ik weet niet echt wat ik ervan vind, want ik denk, het is wel een week geleden. Ik denk eigenlijk dat iedereen hier wel corona gaat krijgen. Ga je jezelf ook laten testen? Ja, ik denk dat het wel moet. Het is gewoon bijna onmogelijk om 1,5 meter hier. Ja, hier wel. Op zo'n jongerencamping. Zijn jullie ook geschrokken van het bericht dat die vorige week jongens kampeerden die ja, nu corona wel. Hebben? Ja, ik ook heel erg. Ik heb vandaag gehoord, ik dacht wel echt van wow. Ja, wat ga je nu doen? Erbij. Eerder naar huis? Nee, ik ga niet eerder naar huis, maar ik ga me wel denk ik laten testen. Ja, voordat we het eiland afgaan, gewoon even een test doen inderdaad, voor de zekerheid. Als we gewoon onze verantwoordelijkheid nemen en afstand houden en zo, dan moet het goed komen. Ja. Jullie gaan nu niet eerder naar huis? Ja, we gaan ons laten testen. Ja. Ik ga me laten testen en afwachten wat de antwoord is. We hebben wel twijfelen een beetje. Ja, de ene heeft wel, iemand heeft wel gezegd dat we, als ze negatief getest is, dat ze naar huis gaat. Omdat ze dan niet het risico wil nemen om nog... getest ja, om nog ziek te worden. Ja, wisselende reacties van de campinggasten daar op Appelhof. Maar Onno, wat voor maatregelen, preventieve maatregelen, willen nou nog meer naam op Skielge? Nou, de gemeente Skielge en ik, GGD Friesland, die hebben het mijn vaasje werken om een testlocatie. En dat is hier achter mij in Midsloon Noord. Het kerkelijke complex ETT-Zien. Dat gaat morgen hier om 9 uur iepen. In het vaste plak voor gasten van de camping. Maar ik voor eilanders die met die campinggasten in contact west hebben. Die binnen welkom. Testlocaties in het vaste plak voor een week iepen. Of zolang als het maar nodig is. De bedoeling is dat die testuitslag dan ik heel gauw komen zal binnen een week. Ja, deze vlugge maatregel. Dat wies er al op dat autoriteiten, Likas Bargemaster Herman, van Skielge, dat hij wel rekken houden maar het opdoeken van het coronavirus hier op het eiland. Echt heel erg vervelend voor de mensen die het getroffen heeft, maar ook voor de ondernemer in dit geval die het ook betreft. Maar voor ons was het niet de vraag of we als de Schelling te maken zouden krijgen met corona, maar wanneer. Hè? En je ziet dat op een gegeven ogenblik heeft het kabinet ook gezegd, Nederlands, u kunt op vakantie in eigen land, gaat het ook vooral doen. Dus dat het hier ook zou plaatsvinden, dat is voor mij dat verbaast me niet. Ja, Onno, het gaat nou eerst om 8 besmettings op camping Appelhof. Maar is het nou ook de verwachting dat aantal verder oprennen zal? Nou, het worden een paar spannende dagen. Je kent eigenlijk van Sis, het wordt een spannende week van Skielge. Ja, krijgen we te maken met een scenario Likas Dokkum. Dat in een geval van besmetting vartientallen gevallen zwaar. Het is nogal om het oprinnen. Het winden van de morgen eerst 2, de waren er 6, de waren er 8. Ja, meestal hier op het eiland hoop je voor zelfs dat het daarbij bloedt. Maar je kent zeker net uitsluiten dat ik hier op Skielge, dat het er meer wijzen zullen. Want ja, Austoon hoorde hier, dat is op gewoon plakken ik lastig. Er zijn vaak smelle winkeltjes. Smelle strutjes, smelle fietspaden. We weten nou ik dat besmetting, dat hiermee boeten door voordaan kan. Dus met alle gevallen, de autoriteiten, zeker de gemeente en de GGD en ik de eilanders, die willen heel graag weten waar ze om tap binnen. Nou ja, daar komen we de komende weken wel achter. Ik denk dat er nog wat besmettingen bij komen. Ja. Wat we in Dokkum zien, helaas, is dat we nog iedere dag weer nieuwe besmettingen krijgen. Die horen bij Dokkum. Dus waar het begonnen is als het ware. En dat betekent dat het nog steeds daar
of daar verspreiding plaatsvindt, of dat nog steeds nieuwe mensen in beeld komen. Ja, er komen dus misschien nog wel besmettingen bij. Nou is de zimmervakantie nog net voorbij. Ja, Onno, is het nog wel veilig om op vakantie te gaan naar Skielge? Ja, dat is een hele goede vraag. Ontnota wat Skielge, ik toch toeristen belibben van jongens, prachtig eiland om heen te gaan en boppen dat coronavrij. Dus wat je dan krijgt is dat toeristen dan toch de neiging hebben om die orelmeter en die orenmaatregelen maar wat los te lissen. Want ja, op Skielge is toch geen corona. Nou, met die instelling moet je vooral net meer naar Skielge gaan, zei ik de burgemeester. Gasten binnen nog hield dit welkom, maar als je komen, ja, toch dan tuiken oren en bewaar je die orelmeter oudstom. Dankjewel, Onno Valkena. Verskate voetbalclubs in de regio Noord-East-Friesland hebben besloten haar een complex op slot te gooien. Het gaat onder meer om de VV Tenaat, de VV Blijha, VV Holwert, Bekwiek Dokkum, Wardi en Robta Boys uit Jesternijtjerk. Aanleiding van de sluitingen is de uitbraak van het coronavirus in Dokkum. Marco Tilma, hij is de vastzitter van de VV Tenaat. Ja, het gaat bij hem op de club om 2 besmettings. Ben je er eigenlijk van schrokken? Nou, op zich eigenlijk net. De laatste dagen kwamen natuurlijk steeds meer besmettingen in Dokkum naar voren. Ja, ik jeugd uiternaat komt in Dokkum. De schrokken zit net zegel en ja, het komt nog heel snel en echt dichterbij. Het is nou bij ons, dus ja, dat is wel een aparte situatie. Ja, dan ben je echt bij orenclubs in de regio, spelers besmet rekken. Ben je nou eigenlijk al je te linken onder de coronageval in Dokkum? Het geval bij ons, dat weet ik, dat is alsa. Bij de orenvereniging weet ik net zeker, maar wat ik jet ha, dat wolsa. Dat is inderdaad waar om te leiden ben naar het verhaal in Dokkum. Ja, die informatie weet ik net 100% zeker voor de rest, ja. Dus dat is wat ik weet. Ja, want hoe lang bloot dan bij Jim het sportcomplex dicht? Nou, wij hebben wel een aantal verenigingen besloten. Ik ben naar dwarp, boet naar dwarp om eerst dicht te gaan, hè, om die besmettingen weer rond te dringen. Hè, om mij snel onder van te zwaren dat we geen grote uitbraak krijgen. Ja, we zijn afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Op dit moment hebben we zijn, we shirt even om. Een keer wel los in de toekomst, dan gaan we de FC gauw mogelijk wel los. Maar we kunnen beter even snel zwaren dat die besmettingen net verder komen. Of net verder uitbreiden. Dat is de insteek op dit moment. Ja, dat kunnen ze al een peer weekend worden. En ook in de voetbalcompetities aan zijn ek wel los. Ja, dit kan natuurlijk het voetbalprogramma behoorlijk in de was koppen. Ja, die kans is best wel aanwezig. Uw eerste voorbereiding voor uw eerste elftal, dat lijkt op dit moment sowieso even stil. Hè. De eerste bekerronde staat op 29 augustus. Ja, het is al wacht zien dat wij dan weer in staat zijn om je wedstrijd te spelen. Of we die keuze meisje willen, of we dat willen. Ja, dat zeg ik in overleg met de KNVB, maar hoe die erin stort. Daar hebben we op dit moment nog niks van jet voor de rest. Dus dat is ook even afwachten hoe die dat zien. Oké, Marco Tilma, vastzitter van de VV Tenaat, Tiergetanken.